Hi, kijk, we zijn hier bij de erken van Ardien van Beek. Hi. Goedemorgen. En wij hebben nieuws, want met het project Schijndel uit de Kunst in die periode van 29 april tot 10 juni wordt dit een etalage. Ja. Vertel eens. Nou, ik had gedacht om maar leuke beelden voor de raam te zetten. En om de inkijk niet in mijn huiskamer te hebben, wil ik een soort van bedscherm zetten. Of van muziek en een keramiek neerzet. Ja. Dat mensen kunnen zien waar ik zoal maak. En die mogen hier dan gewoon blijven staan, hè? Ja, mogen. En die mogen echt gaan koekeloeren wat hier allemaal voor mooie dingen worden gemaakt. Ja. Nou mensen, toch hartstikke leuk? Zeker. Zo mooi. Kijk. Overal waar ik kijk. Kijk eens, oh dit vind ik ook leuk met die rode laarsjes. Mensen, zo mooi. Kom, we mogen naar het atelier. Jullie mogen mee. Kom, we gaan kijken. Kees. Kijk je bij de kunstenaar. Oh, je bent. Oh, kijk eens hier in mama van Reken. Dat is wel leuk om te doen. Afrikaanse kleuren. Oh, mooi. Super. Mag ik dit al laten zien? Of is het nog niet? Het is nog niet klaar, maar. Oh, maar mag het wel? Ja, oh, kijk, mooi. Zo. Prachtig zeg. En hier ben je nu mee bezig. Ja, die is net klaar. Wauw. En hier zet wat te drogen in. Dit is de keramiek oven. Ja. Dan zet ik vaak al het werk in te drogen, waar heel teer is. Want als je, even voor mijn beeld, je gaat eerst beginnen met kleien. Ik maak met een werkstuk van kleien. Dat ja. Is drogen. En je moet een week of drie gedroogd worden. Gewoon aan de lucht. Helemaal hol, ja, aan de lucht. Meestal onder het plastic heel langzaam drogen. Ja. Nou, dan zet ik het. Vaak bijvoorbeeld al in de oven, ja? Dan kan het niet meer kapot. Ja, dan kan het niet kapot, stoot niemand er tegenaan. Kijk, er staat nu wel werk in de oven. Oh ja, oh mooie octopus. En een week of drie zei je, dan is die klein? Een week of drie, ik doe het ook. Vier moet wat wijn geven. Ja? En niet zo dik het is, maar ik maak alles heel dun. Mm-hmm. En dan moet het gebakken worden. Biscuit gebakken noemen we dat. Dat is 900 graden. 900 graden gebakken? Ja. En daarna komt het uit de oven. Dan kan het glazuren. Oké, want dat is dan de volgende stap. Ja, dus eerst is het droog. En daarna gaan we het glazuren. Ja, en dan wordt het nog een keer 1030 graden gewassen. Oké, okay, gebakken. Gewassen, ja. Gebakken. Ja. En dan krijg je, die hele mooie, glans. Die mooie glanzende lagen erop. Ja, kijk. Hier nou, waar zie ik dit? Wat is dit? Een geboorte? Geboortetegeltjes. Vertel eens, hoe werkt dit? Als je een geboortekaartje wil laten maken en wil vereeuwig met glazuur, dan kan ik het namaken. Och, wel leuk. Kan ik het bakken en dan kan er een... Dan kun je het ophangen. Superleuk. En Adien, geef jij ook les? Ik vind het wel leuk om cursusjes te geven. Ja, oh ja, met kleine groepjes, met vier mensen ongeveer of zo. Of vier, vijf vriendinnen die in drie avonden heel mooi beeld kunnen maken. Oh, en na drie avonden is het af? Na drie avonden is het af, ja. Oké. Okay, dus een paar weken alles bij elkaar overheen. Ja, ja, oh, want dan zei je al, hè, van we gaan eerst kleien en daarna gaan we het laten drogen. En dan uiteindelijk het glazuur en dan ga je met een beeld hebben. En hoe komen mensen dan met jou in contact? Kunnen ze je bellen of wat? Ze mogen me bellen, ja. Bellen of even aankomen in de hoofdstraat. Of ik heb ook wel kaartjes. Als ik leg altijd meestal een kaartje bij een activiteit. Nou, helemaal leuk. Dus nou, prima. Mogelijkheid, hè? Wil je dit nou ook leren en met Ardien? En wil je echt een beeld zelf maken van het begin tot het eind? Echt het ambachtkeramieken? Dan kun je bij de terecht. Vind er maar. Ze loopt natuurlijk live rond sowieso in die vink. In die tentoonstelling. Maar je mag ook gewoon, net zoals ze zegt... Aan de deur bellen. Zo is het. Hartstikke fijn, Ardien. Okay. Fijn je te ontmoeten en schijndel uit de kunst. Oké, dankjewel.